Ik heb de hele brand, dat mijn appartement is afgebrand, heb ik eigenlijk geen één keer als negatief ervaren. En dat geeft al eigenlijk aan dat hoe je de wereld ervaart, dat dat echt een keuze is. En dat het ook training is van je mind. En welkom bij de Bewust Genieten podcast. Welkom. In Thailand, nog steeds vanuit Koh Tao. Ja. En deze keer zit Bas Bults voor mij. Wordt een interessante podcast. Ik heb hiernaast een notitieboek. En ik wil jou ook uitnodigen als luisteraar. Sowieso bij iedere podcast die je luistert, maak er notities bij. Want als jij gewoon af en toe even een inzicht opschrijft, of letterlijk een actie die jij gaat ondernemen, dan haal je veel meer uit een podcast. In plaats van het alleen maar luisteren. Ik heb ook een aantal vragen opgeschreven. Nice. Maar ik start eerst met de vraag, waar kun jij nu echt bewust van genieten, Bas? Waar kan ik nu echt bewust van genieten? Hele goede vraag. Ik had net toevallig met mijn vriendin Jorienke over. Die staat hier ook even achter de camera. Dat kunnen jullie niet zien. Maar zij zei, ja, Bas, jij bent ook best wel een bewust genieter. In het algemeen. Dus misschien, ja, in het algemeen. Ik kan van zoveel dingen genieten. Ja. Dus van het nu hier in Thailand zijn. Dit is toch geweldig. En dat we kunnen leven en werken. En eigenlijk doen wat we willen. Dat is echt rijkdom. Daar kan ik heel veel van genieten. Maar ook van mijn werk, het leren wat ik geleerd heb, doorleren aan andere mensen. Kan ik super enthousiast van worden, van genieten. Kan ook heel erg genieten van tegenslagen. Dus als er iets volledig misgaat, wanneer alles tegen zit, daar kan ik ook heel erg van genieten. Dus ja, er zijn eigenlijk zoveel dingen. Dus, ja, mooi. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd en daar heb ik nog een vraag. Ik kan dus ook heel erg genieten van, zeg maar, niet van iedere tegenslag. Maar juist ook van de dingen waar heel veel mensen over zeiken. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld is regen. Ja. Ik vind regen, kan ik echt helemaal van genieten. Ik kan er helemaal van genieten als ik helemaal kletsnat op mijn scootertje zit. Ja. Helemaal nat, helemaal kut eigenlijk. Ja. En het voelt dan ook ergens kut. Maar toch kan ik daar dan op een manier van genieten van, ah ja, ik ben helemaal nat en ik ga daar ook lekker iets droogs aan doen. En nu zit ik hier keihard in de regen te rijden. Maar ergens is het ook wel weer mooi ofzo. Ja. Ja, supermooi. Heb jij dat ook? Met 100%. Het voorbeeld wat ik bijvoorbeeld heb? Ja, 100%, 100%. Okay. Het is toevallig leuk dat je toevallig dit voorbeeld noemt. Want ik had laatst een video gepost, precies hierover. Liepen Jorienke en ik door de regen en we waren echt zeiknat in Barcelona. Toen had ik daar ook even een kort videootje over geschoten van ja, je hebt eigenlijk twee opties. Of je geniet en je maakt er het beste van en je accepteert het en je geniet het, want je kan er nou helemaal toch niks aan veranderen. Of je gaat je er kut door voelen. Maar het gaat de situatie niet veranderen, want jij kan er niet voor zorgen dat de regen stopt. Yeah. Dus eigenlijk is er maar één optie en dat is genieten. Yeah. In altijd, want je kunt er niks aan doen. Het is buiten je controle. Precies. Dus dan, en ja, dat is lekker. En dan kan je daar nog weer verder op gaan. Wat ik zelf ook altijd leuk vind om er weer verder op door te gaan, is zonder regen had jij nooit bestaan. Want dat is de bron van alles op aarde natuurlijk. Yeah, yeah, yeah. Jij bent voor 90% of zo water. Ja. Dus eigenlijk wijs je op jezelf af door de regen af te wijzen. Ja. Het is onderdeel van jezelf. Dus wow, ja. Je kunt op heel veel manieren non-stop doorgaan en eigenlijk valt er niks te vrezen dan. Ja, 100% mooi hè. Leuk. Leuk. Oké. Okay. Ja. Zou ik met de tweede vraag. En dat is een klein kort stukje van wie jij bent. Ja. Als ik jou de vraag stel, wie ben jij? Wat antwoord jij dan? Ja, ik ben Bas. Die naam heb ik gekregen. Ja. En op dit moment ben ik ondernemer. Ik ben iemand die creëert. Ik maak dingen, ik creëer dingen. Ik ben in beweging en ik begeleid ondernemers. Ik ben Stoic High Performance Coach. Dus ik begeleid ondernemers met het bereiken van hun maximale potentie en hun maximale performance. En ik gebruik daarbij Stoïcijns filosofie. Wat eigenlijk mensen helpt om mentaal en fysiek onbreekbaar te worden. Om heel erg veel controle te krijgen over je mind, je emoties. Dus eigenlijk een soort mix tussen mindset coaching en high performance coaching. Dat is wat ik op dit moment doe. Maar ik zie mezelf, als je zegt wie ben ik denk gewoon een creatief iemand. Iemand die creëert. Dus ik hou er heel erg van om te creëren. Dus wat we nu aan het doen zijn, vind ik heel leuk. En dat is in de kern wie ik ben, denk ik. Creator. Een creator. Ja, en sommige mensen noemen me ook wel een enabler. En dat is eigenlijk, ga ik ook nooit door. Ik stop eigenlijk niet voordat ik een
een oplossing hebt gevonden voor een probleem. Dus als mensen een mentaal probleem hebben of een probleem in hun business of een hele grote tegenslag, dan komen ze eigenlijk altijd bij mij. Mm-hmm. En dan gaan we een hele diepe sessie doen en dan ga ik eigenlijk altijd door totdat ik een oplossing vind of totdat we het kunnen gebruiken voor juist iets anders. Dus ik bijt me heel erg vast in het oplossen van problemen ook. Dus ook een problem solver. Oké, mooi. Ja. Mooi, leuk. Leuke beschrijving ook al. En ja, dat is ook wel voor weer een deeltje waar ik mezelf in kan vinden. Dus dat is mooi. Want hoe zie jij jezelf als je vraagt wie ben jij in de kern? Wat is dan een antwoord van jou? Ja, ik vind dat een kutvraag. Wel een leuke. Het is een hele kutvraag. Ja. Wie ben je nou eigenlijk? Ja. Ik vind het ook altijd leuk wat iedereen's antwoord daarop is. Maar als ik zeg maar gewoon bij de essentie blijf, wat ik tegen jou voor de podcast ook zei, is gewoon ik ben. Ja. Ik ben gewoon. Ik ben mezelf. Ja. En jij mag er iets van maken, weet je wel? Dus we kunnen er 180 labels op plakken en dan ga jij ook ineens anders kijken door die projecties heen, gebaseerd op de labels die ik eraan geef. Ja. Maar ik zeg eigenlijk, alles wat jij achter het woordje ik ben plakt, is niet wie je bent. Want ook je persoonlijkheid verandert. Ja. Dus nu ben jij een creator, maar misschien over 10 jaar dan ben jij helemaal geen creator meer, ben jij een ontspanner. Jij gaat alleen nog maar ontspannen. Weet ik veel, hè? Ja. Dus dat is iets wat verandert. Maar wat is dan datgene dat niet verandert? Dat er altijd gewoon is, jij. Ja. En nou, wie is jij dan? Als je er een woord aan geeft, is voor mij is het bewustzijn. Ja. Dat is voor mij het dichtste bij de kern van wie / wat ik ben. Ja. Maar ja, als ik mijn persoonlijkheid ga beschrijven, dan kan u zeggen, ja, ik sta vreugdevol in het leven. En ik ben gewoon echt een levensgenieter gewoon. Ja. Ja. En ik hou van creëren, ik hou van mensen inspireren, motiveren, gesprekken voeren, diepgang. Weet je, daar kan ik allemaal dingen opnoemen. Maar al je passies, interesses. Weet je, maar morgen noem ik er iets anders op. En, Dus eigenlijk zeg je eigenlijk van alles wat er is op de wereld, is bewustzijn en rationaliteit. Dat is jouw kern. Mm-hmm. Dat ben jij. Mm-hmm. En al dat andere kan veranderen. Kan. Kan iets anders worden, of een andere vorm aannemen, of veranderen, of... Ja. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook de kern van Stoïcijns filosofie. Okay. Dus waar heb je controle over in het leven, is altijd alleen je mind, je rationaliteit en je bewustzijn. Ja. En de wereld ligt voor 90% buiten je controle. Mm-hmm. Maar wie je bent, je identiteit, wat je doet, dat kan je veranderen. Dat kan je ook bewust kiezen om dat te veranderen. Maar het enige waar je echt controle over hebt, is wie jij in de kern bent, je rationaliteit en je bewustzijn. Ja. Dus dat is wel een leuke om ook weer terug te koppelen aan Stoïcijns filosofie. Okay, en dat is wat wij ook heel vaak in onze business toepassen, is je bent niet... Mensen zitten altijd vast in hun huidige identiteit. Ja. Ik ben dit. Wat jij zegt, het is een zwaar label en dan ben je het. Ik ben dit. Mm-hmm. Mensen denken altijd dat een keuze voor eeuwig is. Mm-hmm. Ik ga dit doen en nu moet ik dat ook zijn en er is nooit meer een weg terug. Yeah. Je kan gewoon elke drie maanden, nemen wij altijd als voorbeeld, een totaal ander persoon zijn dan wie je nu bent. Yeah. Gewoon ander werk, andere vrienden, andere omgeving, ander leven. Yeah. Jij bent gewoon zelf in controle om die keuze te maken. Yeah. Je moet gewoon de ingrediënten veranderen die de formule creëren. Dus heel veel mensen zitten inderdaad vast in ik ben dit of ik ben dat. Ja. Maar je kan dat gewoon veranderen als je bewust die keuze maakt. Ja, mooi hè. Ja, dat is super interessant. Ja, daar gaan we sowieso dadelijk ook in naar het stoïsme. Ja, Stoïcijns filosofie. Stoïcisme in het Engels. Stoïcisme, oké. Ja. Ja, heel vet. Heel vet. Gaan we daar ook even over hebben. Maar dat is dus weer mooi. Het is hetzelfde als, weet ik veel. Ik zit nu hier met jou. En ik kan me nu vrij mens voelen en een ondernemer en weet ik veel. Maar kan morgen of vanavond kan ik naar een of andere lijpe studio gaan waar ze aan het rappen zijn. En dan kan ik me een rapper voelen. Zit ik in de rap scene, weet je wel? Ja. Dus, en ik ga rappen, dus ik ben even een rapper. Ja. Dus ik heb dan de ervaring van rap. Dus zo, de ene keer voel je dit, de ene keer dat. Dus je gaat met je bewustzijn, zeg maar, ben je in dit lichaam, deze persoonlijkheid aan te varen. En dan ben je deze persoonlijkheid aan te varen. En dan dit. Maar uiteindelijk kom je altijd terug, maar jij, de observen of hetgene wat ervaart, wat je niet kan vastpakken en wat we dan de naam hebben gegeven bewustzijn, ja, dat gaat eigenlijk alweer voorbij wat het is, maar... Die blijft. Die is. Ja, en dat gaat best wel, of dat is misschien best wel vaag voor sommige mensen, dat gaat best wel diep,
Maar ik probeer dat altijd praktisch te maken door eigenlijk mensen het inzicht te geven dat je kan iemand anders zijn dan wie je nu bent. En je hoeft niet je leven verder te gaan als de persoon wie je nu bent. Mm-hmm. Wil je een andere persoon worden, dan kan dat. Maar dan moet je letterlijk een andere identiteit creëren en ook andere stappen nemen. Maar je bent daar zelf in controle over. Hoe werkt het bij mensen meestal? Het gaat onbewust en je hebt één identiteit. En jij ziet jezelf als Axel, ik zie mezelf als Bas. Ik heb één identiteit. Maar je kunt letterlijk een nieuwe identiteit schetsen. Mm-hmm. Dus van, hé, maar wie wil ik zijn? Ja, en wat hoort daarbij? Exact. Welke stappen? Oh, moet ik misschien... Ben ik creatiever? Doe ik creatieve dingen? Moet ik misschien... Heb ik een andere ochtendroutine als die persoon? Mm-hmm. Ben ik meer gedisciplineerd? Ben ik een echte strever? Ben ik die persoon? En dan creëer je eigenlijk een nieuwe versie van jezelf. En dan ineens gebeurt het interessant. Want dan heb je in je hoofd... Heb je twee versies van jezelf. Dus dan heb je al zo van... Huh, what the fuck? Yeah. Ik ben eigenlijk twee personen. Ik ben wie ik altijd ben geweest... En er is in mijn hoofd, heb ik een nieuwe persoon gecreëerd. Ja, super raar eigenlijk. Nou, en dan, dat is ook een techniek die we vaak gebruiken. Super waardevol. Is dus door die twee identiteiten te creëren. Mm-hmm. Eén eigenlijk met slecht gedrag. Of waar je van af wil. Of waar je aan ergert. Of wat verbeterpunten van je zijn. Dan maak je de kleine ik. Axeltje bijvoorbeeld. Ja. En echt de dingen die je altijd wil doen. Hè? Geen uitstellen zijn. Gedisciplineerd. Altijd killen in de gym. Ja, ja. Lekker werken. Creëren. Energiek zijn. Ja, dat is Axel. Weet je wel, de big man. Ja. En nu heb je twee identiteiten. En nu mag jij kiezen. Dus elke keer als jij nu een keuze moet maken. Het is 7 uur. De wekker gaat. Ik moet naar Muay Thai. Ja. Wie ben ik? Ben ik Axeltje? En blijf ik in bed liggen en zeg ik, nou, ik heb er niet zo zin in. En, ja. Of ben ik de Axel? Weet je wel? En elke keer als je stappen zet richting die nieuwe identiteit, dan word je op een gegeven moment die nieuwe identiteit. Ja. Maar dat begint bij de bewustzijn. Maar het is super interessant dat je hoeft niet te zijn wie je nu bent. Ja, hele mooie, heel vet. Dat is ook precies waar datgene wat ik doe, zeg maar, waar het mee start. Ik zeg altijd, alles start bij wie ben ik. Ja. Als je iets nieuws wilt creëren, wie is de persoon die dat leven leeft? Daarbij moet je starten in plaats van het leven allemaal ingaan. Nee, wie ben je dan? Ja. En wat ik heel fijn vind aan het besef van dat je wel bewust bent dat je niet de persoon bent, maakt het fijn het moment dat jij bijvoorbeeld, stel nou, weet ik veel, ik krijg een inzicht of ik krijg een ongeluk en ik kan niet meer doen wat ik nu doe. Ja. Voor een of andere reden. Dan verlies ik mijn identiteit. Maar als jij echt denkt dat jij die identiteit bent, dan ga je heel veel lijden, zeg maar. Maar dan zit je in mijn beleving in het stukje ego wat vast wil houden aan wie die altijd dacht dat hij was. Ja. Terwijl als jij weet, dat ben ik niet, dan is het misschien nog steeds even kut, maar dan kun je er veel beter mee omgaan, want je bent die identiteit. Snap je? Ja. Het is de rol die je aanneemt. Ja, 100%. En dat is heel erg sterk. En vanuit het stoïcisme is het dus teruggaan naar waar heb je controle over. In het kern van stoïcisme ligt altijd de vraag, waar heb je controle over? Want dat bepaalt voor een groot gedeelte je emoties. Dus in deze zin zeggen we eigenlijk, bij het stoïcisme, waar heb je controle over? Mm-hmm. Is je mind, je rationaliteit, je bewustzijn, je mogelijkheid om keuzes te maken, om na te denken. Als enige dier kunnen wij dat. Dat is onze gift eigenlijk. Mm-hmm. Waar hebben we geen controle over? Het weer. Maar ook misschien ons lichaam. Of iemand kan ons bij heel extreem voorbeeld in de gevangenis stoppen, jou opsluiten. Mm-hmm. Ik kan jou opsluiten. En dan heb jij ineens geen controle meer over je lichaam, waar je al die tijd dacht van, hé, daar heb ik controle op. Ik kan lopen waar ik naartoe wil, kan gaan. Ja. Dus waar heb je controle op? Alleen je mind. En op hoe je omgaat met dingen en hoe je reageert op de situatie, de keuzes die je maakt. Yeah. Dus in het stoïcisme zou ik in het geval van, wat jij net zei, van je krijgt een ongeluk en je kan ineens niet meer de dingen doen die je altijd hebt gedaan. Vanuit stoïcisme kijk je dan echt van, maar waar heb ik controle op? Oké, op dit moment niet over dat lichaam. Waar heb ik wel controle op? Wat zijn mijn skills? Wat kan ik nu wel doen? Wie kan ik nu wel worden? En dan gaat de stoïc altijd een stap verder. Dus hoe kan ik die tegenslag inzetten als iets positiefs? Dus misschien is mij iets overkomen, maar heb ik toch een weg gevonden hoe ik me gelukkig kan voelen. Hey, ik ga alle mensen die dat overkomt leren over hoe je gelukkig kan voelen, zodat niemand meer daardoor in een depressie komt. Dus de stoïc kijkt altijd naar, wat is er in mijn controle? En wat zijn je mogelijkheden? Waar heb jij controle op? Daarmee te leren dealen en dan zelfs die tegenslagen gebruiken als een win of je middel, je voertuig. Hele mooie. Ja, zo zie ik het ook. Een echte stoïc. in heel veel dingen wel. Ik had voordat we de podcast begonnen, zei ik tegen jou van, ik,
Ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf. Ik heb er alleen ooit van gehoord. Ja. Maar als je zo vertelt, dan resoneert het al heel veel hoe ik in het leven sta. Wil ik zo daarheen gaan. Maar eerst even één vraag. Hoe ga jij om met tegenslagen? Want ik weet bijvoorbeeld, misschien wel leuk om aan te kaarten. Dat is ook iets wat ik van jou had gezien. Vond ik vet. Je huis was afgefikt. Ja. En toen maakte jij een video of zo van, ja, mijn huis is afgefikt. En toen kon je het eigenlijk zowat direct switchen naar, in plaats van wat de meeste mensen doen, oh, mijn huis is afgefikt, ik ben een slachtoffer nu en ja. Kut. En dan kon jij het switchen naar iets positiefs. Hoe is dat voor jou geweest? Ik ben benieuwd. Ja, die video hebben best wel veel mensen inderdaad gezien. Hij staat ook op mijn Instagram tussen mijn reels als je hem wilt zien. Maar ik genoot eigenlijk direct van de tegenslag. Dus toen het gebeurde was ik eigenlijk meer excited dan dat ik me kut voelde. Mm-hmm. Omdat ik voelde echt een opportunity, een kans, een mogelijkheid. En dat is eigenlijk in hoe ik dat ervaarde was dus positief. Eigenlijk alleen maar positief. Ik heb de hele brand, dat mijn appartement is afgebrand, heb ik eigenlijk geen één keer als negatief ervaren. Mm-hmm. En dat geeft al eigenlijk aan dat hoe je de wereld ervaart, dat dat echt een keuze is. Mm-hmm. En dat het ook training is van je mind. Mm-hmm. Dus je zou denken, hey, er zijn eigenlijk twee opties. Meestal als zoiets gebeurt met mensen, dan creëren ze daar een heel zwaar moment van, met een heel groot verhaal. Ik kan niet presteren op werk, want ik zit met mijn hoofd daarbij en ik voel me kut en ik word depressief. Ja. Dat creëer je eigenlijk allemaal zelf. Ja, klopt. Dus de Stoïcus zegt ook eigenlijk, a wise man endures his pain, but he doesn't add to it. Dus er is pijn, er is een moment, dat accepteer je, mm-hmm. maar gaat er niet zelf dingen aan toevoegen. Dus jezelf praten is daarin heel erg belangrijk. Oké. En ja, ik genoot eigenlijk direct heel erg van die brand. En dat is eigenlijk het laatste level binnen het stoïcisme van omgaan met tegenslagen. Dus de eerste is eigenlijk het bewustzijn hebben dat er iets gebeurt en acceptatie hebben. Oké, mijn huis brandt af. Kan ik er nu nog iets aan doen? Nee. Ik kan er naartoe rennen. Maar gaat dat de brand helpen? Nee. Ik kan helpen met blussen. Of ik kan een emmer water halen. Hè? Gaat dat de brand redden? Nee. Zo, die dieren gaan even... Zo, die gaan goed tekeer. Ik hoop dat je het kan horen ook. Ja. En dan de volgende level in de Stoïcijns filosofie is eigenlijk na acceptatie, wat eigenlijk bijna de belangrijkste stap is, bewustzijn en acceptatie, mm-hmm. is leren te kijken naar wat je wel kan. Mm-hmm. Dus, oh shit, mijn huis is afgebrand, maar ik ben gezond. Ik heb mijn laptop, ik heb kleding, ik heb nog wat geld, ik heb vrienden, ik heb connecties. Het verandert eigenlijk niet zoveel, het is tijdelijk. Yeah. Level 3 is, zonder tegenslagen kan ik niet worden wie ik moet zijn. Hè? Ik kan niet groeien mm-hmm. zonder de tegenslagen, zonder die ervaringen. Dus die dingen heb ik nodig mm-hmm. om de beste versie van mezelf te worden. Dus exact. Hoe ga ik om met tegenslagen? Ik heb geen huis. Nice. Hoe kan ik presteren? Ik heb geen mijn eigen spullen niet. Nice. Hoe kan ik presteren? Mm-hmm. Wat kan ik creëren? Hoe kan ik me goed voelen? Dus dan zie je het als een uitdaging. Dus ik zag het eigenlijk direct als een uitdaging. Toen ik dat belletje kreeg, mm-hmm. dacht ik direct, nice. Mental challenge, onzekere periode. Ik heb er zin in. Ja. Dus het is gewoon een andere mindset. Ja, het is gewoon puur een andere kijk ja. naar de situatie vanuit mm-hmm. jou. Ja, ja. Dus ik zeg ook altijd dat je perceptie en jezelf praat. Dus wat je tegen jezelf zegt, mm-hmm. wat je tegen anderen zegt, dat bepaalt eigenlijk, dus jezelf praat bepaalt eigenlijk je perceptie van de wereld en alles om je heen. Ja. Dus wat je tegen jezelf zegt en tegen anderen zegt, maar ook wat je denkt, dat bepaalt letterlijk met welke bril op je naar de wereld of een situatie kijkt. Ja. Dus als ik continu zeg het is kut, het is het ergste wat me ooit is overkomen, ik voel me kut, ik kan niks. Dan is dat de waarheid. Yeah. Maar als ik zeg van ja, ik blijf bij de feiten. Het huis is afgebrand. En ik blijf bij de feiten. Ik heb nog mijn spullen. Ik ben gezond. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Yeah. Dan is dat het verhaal. Dan is dat je waarheid. Yeah. Dus leren controle te krijgen over wat je denkt. Wat je zegt. Hoe je tegen jezelf praat. Maar ook wat je doet. Yes. En daar is journalen een hele goede voor. Nu schrijf jij ook dingen op ondertussen. Oh, maar waarom voel ik me op een bepaalde manier? Mm-hmm. Wat gaat er om in mijn hoofd? Ja. Wat zeg ik? Exact, wat roep ik tegen anderen? Heb ik dat vandaag nog gedaan. Ja. Ja. Op jouw rustdag. Ja. 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 Dat is, daar begint het, bewustwording, bewustzijn. Ja. En dan kan je pas veranderingen gaan creëren. Exact.
Ja, mooi. Oké, gaan we gewoon daarin. Maar ook een leuke. Leuke misschien een uitdaging voor de mensen. Ik weet dat het geluid op de achtergrond iets gedempt wordt, maar het gaat een flink keer hier. Het gaat dat heel hard. Dat kan je amper horen. Ik hoor. Nee, maar ook wel mooi. Van, nu heeft de luisteraar de keuze van, ga ik me hierdoor laten afleiden? Zet ik de podcast af? Terwijl er misschien heel veel inzichten in zitten die eruit haalt. Ja. Of ga ik gewoon luisteren? Ja. Weet je wel? En hetzelfde voor ons. Hetzelfde voor ons. Gaan wij ons ergeren? Ja. Erger jij je nu? Op het begin dacht ik heel even niet echt erger, meer van... Onhandig. Ja, maar toen dacht ik denk dat het wel goed komt. Ja, precies. Nou ja, en dat is dus veel mensen gaan zich hier aan ergeren. Mm-hmm. En dat verhaal blijft heel erg in mijn hoofd. Yo, door die krekels kon ik de podcast niet opnemen. Ah, ik heb een kutdag, whatever. En de hele dag is eigenlijk kut. Ja. Yeah. Terwijl, heb ik controle op die krekels? Nee. Nou, waar heb ik wel controle op? Op een aantal dingen. Ga ik door met de podcast, ja of nee? Misschien verhuis ik naar binnen, ga ik daar verder? Mm-hmm. Of, dus je kunt gewoon heel praktisch kijken, heb ik controle, ja of nee? Ja. Yeah. Ik kan proberen te schreeuwen of te doen, misschien helpt dat, maar... Hey, stop! Dus ja, zo werkt dat. Nice. Zo, we gingen ineens met de helft stop, jongen. Nu kunnen we verder. Ik ben benieuwd, laten we daar gewoon gelijk heen gaan. Ja. Jij weet een boel over het stoïsme. Kun jij aan iemand uitleggen, want de meesten zullen er waarschijnlijk nog nooit over hebben gehoord die dit luisteren. Wat is in de notendop, simpel gezegd, stoïsme? Stoïcijns filosofie is een richtlijn voor het bereiken van het goede leven. Het fijne leven. Waarbij je eigenlijk positieve emoties en een staat van zijn en energie maximaliseert. En waarbij je eigenlijk negatieve emoties, gevoelens minimaliseert. Maar op een hele praktische manier. Dus niet zweverig, maar op een praktische manier voor het leven dat gewoon af en toe moeilijk en kut en uitdagend is. Mm-hmm. En vooral voor doeners is het een hele goede filosofie. Dus het geeft je letterlijk een set met leefregels, denkregels, gedragsregels. Die je gewoon leren omgaan met de shitzooi die de aarde eigenlijk kan zijn. Mm-hmm. Dus een manier om goed te leven. Oké, dus het is eigenlijk een soort richtlijn slash filosofie slash bepaalde leefregels of manier hoe je in het leven staat. Waardoor je gewoon een fijne manier van leven ervaart. Ja, je minimaliseert je negatieve gevoelens. Nou, kun je inbeelden als je... Al je negatieve gevoelens die je de afgelopen jaar hebt gehad. Ja. Stel je zou daar 1/3 of 1/4 van maar hebben gehad. Ja. Nou, dan heb je in totaal keer 3, keer 4 een fijne leven. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk wat je doet. Je minimaliseert je impact als dingen. Bijvoorbeeld, neem die brand. Mm-hmm. Had geen impact op mij. Ik heb de beste tijd in mijn business gehad. Ik heb er eigenlijk niet zoveel last van gehad. Geen één moment. Mm-hmm. En dat valt bij best wel een extreem voorbeeld. Mm-hmm. Er kan zoveel gebeuren. Ik ben mentaal gewoon zo fucking sterk. Ja. Dus er kan eigenlijk van alles gebeuren en ik blijf gewoon presteren. En ik blijf gewoon thriven en genieten. Omdat ik daar een andere mindset door heb gekregen of andere regels voor heb. Dus het is een praktische levensfilosofie die je helpt met het creëren van een fijner leven waarin je dus minder negatieve emoties ervaart. Ja, oké. Heb ik een interessante, want ik heb ook het afgelopen jaar echt geleerd. Echt geleerd om te voelen. Ja. Want wij mensen, of nou ja, het is ons nogal makkelijk gemaakt om niet te voelen. Ja. En wij kunnen ook heel goed ervoor kiezen om niet te voelen door een telefoon, door slecht eten, even die hamburger naar binnen werken of whatever, wat jouw manier van afleiding ook is. Alleen jij legde voor de podcast ook uit dat het niet per se is dat je niet je emoties gaat voelen. Alleen dat je dus gewoon door middel van jouw mind een net iets andere kijk dus simpelweg creëert. Ja. Waardoor je ook een andere emotie dus gaat ervaren. Ja. Ja. Van de situatie. Ja. Dus als jij, wat doe jij bijvoorbeeld als je dan, je hebt een, weet ik veel. Stel een heel heftig voorbeeld. Iemand is overleden of zo. Goeie, die komt heel vaak terug. Ja. 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 Hoe zou je daarmee omgaan? Of hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Die komt heel vaak terug. Heel even voordat ik daarop inga. Ja.
dat is inderdaad de grootste misvatting van Stoïcijns filosofie, is dat je emotieloos wordt. Okay, ja, dat ja, niks ja. je niet meer boeit. Ja. Dat er dingen gebeuren en je denkt, ja, boeien. Weet je, dat is het niet. Mm-hmm. Het is juist het leven van al je emoties. Mm-hmm. Maar er zelf niks aan toevoegen, want dat doen we vaak onbewust. We maken iets groter en daardoor komen we in een zelfgecreëerde sleur. Ja. En dat komt weer terug bij die perceptie van wat je zelf denkt en zegt, dat is de werkelijkheid. Ja. Dus de stoïc is eigenlijk heel erg één met de natuur en accepteert eigenlijk alles juist, alle emoties en dingen. Ja. Leeft dat ook echt. Mm-hmm. Maar minimaliseert vervolgens het aantal negatieve gevoelens die je hebt. Dus het voorbeeld van de dood is een hele mooie. De dood is ook een bijzondere, want de dood is voor de stoïcs de ultieme stoïc test. Dat is het laatste ding wat je mee gaat maken en het laatste level wat je gaat bereiken. Dus je leert als stoïc om te gaan met alle tegenslagen in het leven. Yo, je huis brandt af, je business faalt, je beste vriend gaat bij je weg, je vriendin maakt het uit, noem het maar. Yeah. En daar leer je allemaal mee dealen, maar het moeilijkste komt nog en dat is de dood. Wanneer je zelf doodgaat of wanneer andere mensen doodgaan. Yeah. En de stoïcs zien de dood sowieso niet als iets negatiefs, want het is natuurlijk. Het is het meest natuurlijke proces, gewoon het einde. Je wordt weer onbewust, zegt de stoïc eigenlijk. Okay, dat was je ook voordat je geboren werd. Kan jij je nog herinneren toen je in de buik van je moeder zat? Was je toen bewust? Heb je die herinneringen nog? Nee. Nee, oké. Okay. Dus je gaat ook weer terug naar die fase eigenlijk, als een soort cirkel. Dus als je iets niet kan ervaren, ja, want je kan het niet bewust ervaren dat je dood bent, waarom zou je er dan bang voor zijn? Plus het is een heel erg natuurlijk gegeven. Dus doodgaan hoort bij het leven, ja, we kunnen niet eeuwig leven. Mm-hmm. Dus door het al te zien als iets wat heel natuurlijk is, wat gaat gebeuren bij mij, bij jou, bij je ouders, bij je familie, geeft het je al een stukje acceptatie. Het maakt het niet meer slecht in essentie, want het hoort gewoon bij het leven. Is het leuk? Nee. Is het goed? Nee. Maar het is ook niet slecht. Want het is gewoon het leven. Yeah. Het einde gaat er altijd komen. Yeah. Dus dan heb je al een stukje een verlichting van de situatie. Nou, dan heb je een aantal opties. Als bijvoorbeeld je moeder of je vader komt te overlijden. Kan ik er nu nog iets aan doen? Ja, heel cru gezegd, nee. Kan ik iemand terug het leven inhalen? Nee. Oké, dus ik kan er nu niks meer aan doen. En dan is het natuurlijk ook nog een heel erg natuurlijk iets. Dus je moet wel rouwen. Maar wat zou jouw vader bijvoorbeeld willen of jouw moeder, is dat je gewoon je ding blijft doen. Dat je gelukkig bent, dat je blijft creëren. Dus door die dingen juist te gaan doen, zou je de andere persoon ook alweer een stuk gelukkiger maken of trots maken. Mm-hmm. Dus zo kijkt de stoïc er eigenlijk naar van, het is ten eerste heel erg natuurlijk. Mm-hmm. En ten tweede, wat zou die persoon gewild hebben? Dat jij 3 jaar lang gaat zitten, niks doen en je kut voelen en... Terwijl, kan je er iets aan veranderen? Nee. Is dat een oplossing? Nee. Ja. Dus ja, dat is sowieso geen oplossing. Dus je kijkt eigenlijk altijd naar, ja, maar hoe wel verder vanaf nu? Betekent niet dat je er geen aandacht of tijd of emoties aan besteedt. Oké, okay, mooi. Begrijp je wat ik bedoel? Het is best wel een ingewikkelde. Ja, zeker. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ik bedoel, ja, ik sta ook gewoon helemaal zo in het leven. Ja. Dus ik was wel benieuwd van, neem jij de tijd om bewust te voelen van, oh wow, ik ervaar nu deze emotie. En ga je er dan wel eens mee, letterlijk mee zitten om echt even goed te doorvoelen wat gevoeld wil worden, zeg maar. Ja, 100%. 100%. Ik doe zelf ook heel veel journalen en plannen, journalen, schrijven, nadenken. En tuurlijk, dat is de kern van waarom voel je op een bepaalde manier. Waar komt dat door? Mm-hmm. Maar dan wel, ik ben wel heel praktisch. Dus ik ga wel kijken, ja, maar oké, waarom voel ik dat? Waar komt het vandaan? Mm-hmm. Moet ik handelen? En welke handelingen moet ik nemen? Of wat moet ik doen? Yeah. Of moet ik mezelf resetten? Of weet ik veel. Ja, 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 dus ik ga niet zitten met een emotie en wachten tot de emotie vergaat. Dus de stoïc haalt eigenlijk altijd hoop uit het leven, want hoop is niet echt een strategie. Je kan wel gaan zitten, oh, misschien ga ik volgende maand wat meer verdienen. Of misschien gaat ineens... Gaan mijn aandelen volgende maand weer goed? Ja, en daar hoop ik. Daar vertrouw ik op, want daar hoop ik op. Mm-hmm. Dus hoop is eigenlijk nooit een strategie. Ja. Oh, misschien word ik... Volgende maand verlies ik wel 20 kilo misschien. Ik hoop dat ik dat doe. Nee, je moet naar de gym. Ja. Elke dag. Je moet minder eten, je moet strijden, je moet pijn lijden, je moet zweten.
Ja. En dan word je slanker. Ja. Dus alleen actie brengt je vooruit. Dus het is echt heel erg kijken naar wat voel je, wat ervaar je, wat zijn de gebeurtenissen. Mm-hmm. En hoe wil ik me voelen? Mm-hmm. En hoe wil ik het leven ervaren? En wat moet ik daarvoor doen? Ja, ja, ja. En dan is het actie gaan ondernemen. Dus je bent niet passief, je bent heel erg actief. Proactief, ja. Intentievol. Ja, ja, mooie. Ik vind hoop ook als iemand zegt, als ik iemand zie schrijven of zie zeggen van ik hoop dat het lukt. Of hopen, zeg maar, wat zegt dat nou, weet je wel? Hoop is niks. Zeg gewoon, ik ga het doen, het gaat me lukken. Ja. Of ik ga ervoor zorgen, of ik ga ervoor zorgen dat ik erachter kom hoe. Ja. Maar ja, hopen, wat is dat nou weer, weet je wel? Ja. Mooie. Dus als je jezelf daarop betrapt, dat je wel eens zo denkt of schrijft, mm-hmm. Met die mindset ga je het niet halen. Dus dan gaat het nooit waar worden, dan ga je het nooit halen. Dus als je nu voelt bij jezelf of merkt van, hey, shit, oh ja, ik denk wel eens zo of ik schrijf wel eens zo. Probeer dan die woorden eens uit je vocabulaire te halen. Ja, 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 ja. Gum ze uit, gebruik ze niet meer. En herpak jezelf als je dat schrijft. Ja. Ik hoop dat volgende maand mijn business, dat ik 2000 euro meer verdien. Oh ja, dat heb ik geschreven. Kruis erdoor. Ik ga volgende maand 2000 euro meer verdienen. Hoe? En dan komt ineens de hoe. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja. En dan die stappen creëren. Ja, mooie. Mooie. Oké. Okay. Goed, ja, ik heb sowieso, ik ben benieuwd of je er een paar meer kan opnoemen. Ik wil ze graag ook delen in de podcast. Dit is wat ik ook altijd meegeef in het werk wat ik doe. Is skip woorden als, dus hopen is een voorbeeld. Ja. Ik vind de allerbelangrijkste dat je die eruit gaat halen is proberen. Ja. Proberen is echt het meest kutste woord wat er is. Ja. Als iemand tegen jou zegt, ik ga proberen om op tijd te komen. Die is nooit op tijd. Ja. Ik ga het proberen af te maken. Wat zeg jij dan tegen je onderbewustzijn? Niks. Dat is geen instructie. Ja. Want je geeft jezelf te veel ruimte om het niet te doen. Ja. Weet je wel? Ik probeer om 20 kilo af te vallen. Ja, dus ik doe het eigenlijk niet, maar ik doe een beetje alsof ik het doe. Weet je wel? Ja. Ja. Ik ga het gewoon doen. Ja. Ja. In de tegenwoordige tijd praten. Ja. Dus proberen. Ook ik wil. Soms kun je wel zeggen, ik wil gewoon eten nu. Dus ik ga dan eten. Maar, ik wil 20 kilo afvallen. Ik wil. Ik ga 20 kilo afvallen. Ja. Dus ik wil. Ik hoop. Probeer. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken of het lukt. Ja. Ik ga even kijken. Ja. Nou ja, dat is de ding. Heb je toevallig een paar die waarvan je zegt van... De hopen vind ik de allersterkste. Oké. Okay. Te veel mensen hopen gewoon op verandering. Terwijl verandering moet je zelf creëren. Mm-hmm. Dus hoop is voor mij de allersterkste. Proberen ben ik het 100% met je eens. Behalve bij de nieuwe dingen. Van, ik ga iets nieuws proberen. Ja, maar dan zeg je het anders. Ja, ja, precies. Dat telt eigenlijk niet. Want dat is gewoon een feit. Als je het nog nooit hebt gedaan. Nee, voor mij is het echt hoop. En, want dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ik wil veranderen. Of ik wil afvallen. Dat is... Ja, die is lastig, want het is gewoon een het beetje een verlangen. Het ligt aan hoe je hem zegt. Nog. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk komt het allemaal terug op hoop en passiviteit. Het is meer van, iedereen zegt wel, ja, ik wil wel een miljoen, bij wijze van spreken. Maar, bijna niemand is er voor aan het werk. Of weet je wel. Ja. Gewoon dat soort voorbeeld. Het ligt een beetje aan hoe je het zegt. Ja, ja. Maar ik ben het 100% met je eens. Gewoon die twijfel, verwijder het hopen. Verwijder het niet actief zijn. En verwijder de twijfel. Dus kies gewoon intentievol voor iets. Maak een plan. Word die persoon. Ga dat doen. Ja. Daar begint het. Ja, en het is ook voor jezelf veel krachtiger. In plaats van dat je zegt, ik wil dit. Nee, ik ga het doen. Ik ga het doen. Dus als je dat jezelf hoort zeggen tegen iemand anders of tegen jezelf. Gelijk jezelf even verbeteren. Van, oh ja. Ja. Heb je bij jezelf heel erg die verandering gemerkt? Dat je dat eerst meer deed en dat je dat nu niet meer doet? En hoe vind je die verandering? Merk je dat het nu... Dat het alles veel krachtiger is of sneller gaat of beter gaat. Ja, want het is eigenlijk de switch tussen een beetje in je hoofd zitten met en het gewoon actie ondernemen in. Ja. Dus vroeger zei ik, weet je wel, ik ga proberen om op tijd te zijn. Ik ga even kijken of dat me lukt. Ja. Of ik ga het proberen. Nu, ik probeer helemaal niks meer. Ik doe het of ik doe het niet. Weet je wel? Ja. Dus ik merk dat het... Dat ik het voor mezelf gewoon makkelijker maak om iets te gaan doen. Maar ook een besluit weer makkelijker maak van... Ja. Als ik zeg... weet je, als je gewoon eerlijk naar jezelf bent... heeft dan ook weer met iets anders te maken. Stel, iemand vraagt... kom je morgenavond hierheen?
ja, moet ik even kijken. Of ja, proberen. Weet je wel, als je dan jezelf hoort zeggen, dus ga gewoon terug bij jezelf, ja of nee. Ja. Ik vind ook, zeg maar, ja, gewoon met alle besluiten, ja, beslis gewoon. Ja. Gewoon ja of nee. Ja. Niet, ik moet er nog even over nadenken, ik ga even kijken. En vooral niet liegen, dat is het zwaarste. Voel gewoon, ja, voel, wil je het of wil je het niet? Nou, klaar, daar zijn we. Ik vind die heel, ik had toevallig met mijn vriendin ook over de laatste tijd. Ik merk dat het een patroon is dat steeds meer mensen dat doen. Ik noem dat de let's go cultuur. Dus ik heb met LiveLab, met mijn bedrijf, ook veel evenementen georganiseerd met de klanten. Bungee jumpen, mastermind sessies, trainen met een militair, zwaarst getrainde militair van Nederland. Gewoon toffe dingen, weet je wel. En ik merk dat veel mensen zeggen, ja, let's go, hey, ik ben er, ik zet het in mijn agenda. En je hoort niet meer van diegene. Dan zijn ze er niet. Of dat mensen inderdaad gewoon zeggen dat ze iets doen, maar er niet zijn. En het uiteindelijk niet doen. Ik had het met mijn vriendin over, ik snap dat niet. Als iemand mij uitnodigt voor iets, dan denk ik in mijn hoofd, hè, ik pak mijn agenda, vind ik dit leuk, ja of nee? Ja. Kan ik, ja of nee? Ja. En als ik ja zeg, ik ben er om 9:00, dan ben ik er om 9:00. Ja. En als ik geen zin heb, of ik kan niet, of whatever, nee, gaat niet lukken. Misschien de volgende keer. Ja. Ik begrijp gewoon niet waar dat vandaan komt. Alleen wat ik wel heel erg merk is, mensen vragen me altijd, hoe word ik disciplinevol? En discipline kan je maar op één manier bouwen, in mijn optiek. Mm-hmm. En dat is door telkens iets te zeggen, wat je vervolgens ook doet. En vooral tegen jezelf. Dus als je zegt, ik ga morgen vroeg om 7:00 naar de gym. Mm-hmm. En je hebt dat gedaan, dan heb je weer één bouwsteen. En als je dat continu dingen zegt, dan merk je, ik kan mezelf vertrouwen, ik ben disciplinevol. En als ik zeg dat ik dingen doe, dan doe ik dat. Terwijl als je niet je eigen woord nakomt, dan val je heel erg snel weer terug. En dan is het heel moeilijk om die discipline te bouwen. Ja. Je kan jezelf ook helemaal niet vertrouwen op je woord. Ja, exact. In mijn beleving is dat ook zelfvertrouwen. Ja, 100%. Jezelf, vertrouwen op jezelf ontstaat ook meer door gewoon doen wat je mezelf afspreekt. Ja. En ik merk ook in mijn leven tot nu toe, iedere keer dat ik er toch voor kies om onder die koude douche te staan, wordt de volgende keer niet alleen bij het koud douchen, maar ook bij het andere weer makkelijker. Ja. Maar meteen ook wel, en ik bedoel eerlijk, ik zeg ook wel eens dingen die ik mezelf afspreek die ik dan niet helemaal nakom voor een of andere reden. En soms voelt het wel goed omdat het echt oprecht goed voelt, soms niet helemaal. Ja. Maar dan merk ik ook dat het de volgende keer ook weer gelijk makkelijker is om dan toch niet te doen. Ja. Of het nou dit is of dat is. Je breekt de schakel, zeg maar. Ja, en dat zo. Alles heeft een prijs, zegt Tibor altijd. Ja, dus, 100%. Ja. En de prijs dat je jezelf niet meer kunt vertrouwen of je afspraak niet kunt nakomen, dat is in mijn optiek een van de belangrijkste als man. Ja, dat 100. Je dingen zegt en die dingen doet. 100. En als je niet kan of niet wil, dan moet je het niet beloven, dan moet je het niet doen. Ja. Want je moet iemand worden, vooral waar je zelf op kunt vertrouwen. 100%. En als jij business wil bouwen of je wil iets doen, je moet jezelf kunnen vertrouwen op je keuzes die je doet. En dan is het interessant in jouw geval als je merkt van ik heb het niet gedaan. Mm-hmm. Maar wat was dan waardoor ik het niet gedaan heb? Was het nu beter dat ik het even niet heb gedaan, want ik had me bijvoorbeeld overtraind en ik had een rustdag nodig? Yeah. Was ik dan daarvoor al te enthousiast in mijn plannen? Ja. Dus je moet eigenlijk dan, dat is een belangrijk moment, Reflecteren op dat moment. Ja, zodat je de volgende keer dat ook weer eigenlijk kunt verbeteren. Dat is wat ik dan wel altijd doe. En dan ga ik gewoon heel eerlijk tegen mezelf zijn. En soms dan heb ik iets geleerd van, hier kwam het door. Ja. Maar soms dan was het ook echt gewoon zo van, maar het voelde ook gewoon nu gewoon echt beter. En dan kun je toch een andere beslissing maken die niet met in lijn is met de afspraak. Ja. Maar wel vanuit kracht, vanuit jou van, maar ik kies er nu bewust voor en ik weet waarom. Ja. Weet je wel? Ja. 100%. Ja, en ik kan me ook voorstellen als je nu luistert en denkt, ja, maar die koude douche of ik kan zelfs tot die stap nog niet komen. Mm-hmm. Ja, dat kan. Dan zeg ik altijd, maak het gewoon kleiner. Kan ik het nog kleiner maken? Kan ik het nog kleiner maken? Ik zie het als een soort ui. Yeah. Ja? Die koude douche, dat is de ui. Mm-hmm. Maar voordat je onder die koude douche staat, zijn er al 10 dingen. Yeah. Misschien wel 20 dingen. Wakker worden. 1 voet uit bed stappen. 2 voet uit bed stappen. Yeah. Opstaan. Yeah. Deur openen. Badkamer. Kraan aanzetten. Weet je, het zijn al 10 stappen. Dus als je het doel nou maakt, kun je het doel altijd kleiner maken, zodat je hem kan voltooien. Yeah. Voorbeeld van, de vaatwasser uitpakken terwijl je lekker op de bank ligt, maar je hebt dat tegen jezelf gezegd dat je dat gaat doen. Ja.
ga dan eerst je voeten op de grond zetten. Ja. Sta eerst op. Ja. Hey, nice. Gelukt. Nice. Gelukt. Oké, nu sta je al. Ja, ik loop naar de vaatwasser. Nice. Weer gelukt. Ja. Vaatwasser open. Klinkt heel kinderachtig. Ja. Maar je creëert momentum letterlijk. En zo creëer je ook flow state. En momentum creëren is letterlijk die positiviteit en continu actie na actie na actie na actie afronden. Mm-hmm. En hoe word je ook een high performer is ook, hè, een high performer zie ik als iemand die boven de gemiddelde norm presteert. Yeah. En dat op lange termijn kan volhouden. Okay, yeah, gewoon door een actievol persoon te worden. Yeah, 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 die bijna geen twijfel heeft. Mm-hmm. En gewoon actie, 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 actie. Mm-hmm. Afronden, weer iets nieuws, weer iets gemaakt, weer gecreëerd. Actie, actie, mm-hmm. actie, actie, actie. En eigenlijk zul je zien dat wat veel mensen doen, uitstel gedrag, waar komt dat vandaan? Doordat iets te groot lijkt, te groot voelt. Ja. Ja, we analyseren niet goed genoeg. Vaak als we iets gaan analyseren, gaan downbreken, je ook moet een cursus maken, 100 video's en dan moet ik een webinar bij maken en een platform en dan moet een website bij en klanten. Mm-hmm. Ja, als je het zo zegt, dan klinkt het als, ja, met 3 jaar ben ik nog niet klaar. Ja. Dan gaat het downbreken. Oké, 100 video's. Wat zijn die topics? Oké, tekst uitschrijven, opnemen. Je zult zien dat alles, hoe groot het ook lijkt, als je dat gaat onderzoeken en downbreken, mm-hmm. zijn het altijd maar losse elementen. Ja. Losse stukken. Ja. En die kan je gewoon 1 voor 1 gaan uitvoeren. Exact. En dat is denk ik de key tot alles wat je uitstelt of waar je moeite mee hebt. Mm-hmm. Gewoon journalen, bewustzijn. Mm-hmm. Daar begint het natuurlijk. Mm-hmm. Waar heb ik moeite mee? Waar komt het door? Oh, de taak lijkt te groot. Of het voelt te zwaar. Of mm-hmm. oké, downbreken. Hoe kan ik het kleiner maken? Wat zijn die elementen? En die inplannen en gewoon gaan doen. Ja, mooie. Vind ik hele mooie. Goeie. Hebben we even inzicht uitgehaald. Nice. Ben ik wel benieuwd. Dat is ook een onderdeel van wat jij doet. Heb ik ook als vraag opgeschreven. Wat is biohacking precies? Ik weet daar het een en ander van, maar... Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord, ik vind het ook steeds interessanter, komt steeds meer langs in mijn leven. Ja. Wat is biohacking? Ja, biohacking is eigenlijk dat je, je fysieke en mentale staat van zijn, dat je daar meer controle over krijgt. Sommige mensen zeggen zelfs nog, hè, dat je die kan hacken, zodat je je super kunt voelen of super goed kunt presteren of heel energiek kunt zijn. Mm-hmm. Dus dat is het eigenlijk, dat je... je gedrag gaat hacken, soort van, zodat je je beter voelt of energieker voelt of beter kunt presteren. Yeah. En eigenlijk, wat het voor mij eigenlijk is ik hou persoonlijk niet heel erg van het woord biohacking. Okay. Okay. Want bio is je biologie en hacking is een soort van, hè, dat je er inbreuk op maakt of dat je eigenlijk iets negatiefs doet misschien yeah, wel. Yeah, hè? Yeah, yeah. Wat eigenlijk voelt als tegen de natuur ingaan. Yeah. Waarin ik het eigenlijk heel erg zie van als je meer in lijn gaat leven met de natuur. Wat we eigenlijk verleerd zijn als mens. We zijn allemaal slappe noobs geworden die aan de blueberry vape zitten. En alleen maar suiker eten en alcohol drinken en wiet roken. En ja, geen wonder dat je 0 testosteron hebt. Mm-hmm. Ja, als je in lijn gaat leven met de natuur, mm-hmm. dan word je weer beest. Dan voel je weer je superpower. Dan dat is wat je bent. Dat is wat je eigenlijk bent. Ja, ja, ja. En als we heel even biohacking in mijn optiek, er zijn allemaal tools voor en fancy machines. En als we dat even allemaal weghalen, is het gewoon weer... ja, je maximale zelf creëren. En dat kan wat mij betreft gewoon op een natuurlijke manier. Heel mooi. Dus dat is biohacking eigenlijk. En daar moet je best wel heel veel kennis voor hebben. Mm-hmm. En dat gaat heel erg kennis over je gezondheid en over je fysieke en mentale staat van zijn. Dus een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld zout. Heel veel mensen denken, oh, zout is slecht. Hè? Dat heeft de media je verteld. Mm-hmm. Maar als je merkt in je lichaam, als je zweet, als je ruikt aan je zweet, wat ruik je dan? Ruik je water of ruikt het geur? Heeft het zout? Ja, het heeft geur. Ja. Dus je verliest zout door te zweten. Ja. Ook in de nacht, hè, zweet je heel erg veel. Mm-hmm. Dus je wordt gedehydrateerd wakker. Nou, wat heb je hele leven lang gekoppeld als je wakker wordt? Is, ik moet ontbijten. Nee, ik moet ontbijten, want ik moet ontbijten. Ik kan niet presteren zonder ontbijt. Ja, dat is een belief dan, hè? Is een belief. Ja. Wat heb je nodig? Zout en water. Je moet hydrateren, want je bent gedehydrateerd. Mm-hmm. Nou, hoe denken mensen dat je hydrateert? Door alleen water te drinken, maar dat werkt niet. Als je alleen water drinkt en geen zout binnenkrijgt, mm-hmm. dan gaat het water erin en je plast het direct weer uit. Mm. Zout, of water heeft zout nodig om zich vast te houden in je lichaam. Mm-hmm. Water kan alleen door je lichaam gaan met zout. Dus je moet niet alleen water binnenkrijgen, maar ook zout om te hydrateren. Mm-hmm. En even een hele lange brug. Als je dus eet, dan zit daar zout in, dus dan is er geen probleem. Je eet en je drinkt, dus je bent gehydrateerd. Ja. Maar stel je doet fasting, bijvoorbeeld zoals ik,
En wat we ook met onze high performance coaching aanraden en ook aan al onze ondernemers aanraden, mm-hmm. is doe vasten. Want als je vast, dan heb je veel minder energiedipjes, omdat je krijgt geen koolhydraten binnen. Dus je insulinelevel, bloedsuikerspiegel, die gaat niet pieken en vervolgens weer dalen. Mm-hmm. De meeste energiedipjes komen door je voeding. Ja. Dus wij raden altijd aan, doe intermittent fasting. Mm-hmm, mm-hmm. Maar je bent wel gedehydrateerd, dus neem zout. Okay, ja. En dan kan je dus hyperfocus houden tot hoe lang je zelf wil eigenlijk in de middag. Mm-hmm. En dan breek je je vasten met vet en eiwitten eerst. Want vet en eiwitten hebben niet zo groot effect op de insulinespiegel, waardoor je die focus gewoon behoudt. Die laserfocus die je hebt met vasten, mm-hmm. als je de koolhydraten skipt. En later op de dag ga je steeds meer koolhydraten toevoegen. Mm-hmm. En dat vult ook je glycogeen aan in de avond, waardoor je weer dieper kan slapen. Dus een ideale manier van eten voor performance, voor ondernemer die heel veel met zijn brein moet doen, is dus intermittent fasting. Water en zout, dus elektrolyten, sodium, magnesium, potassium. Water en zout. Dan de vastbreken met vetten en eiwitten. En dan later op de dag pas koolhydraten toevoegen. Oké. En dat is biohacking. Okay. Want dan gaan we dus in plaats van gewoon maar dom eten. En wow, ik voel me kut. Ik voel me goed. Ik voel me kut. Waar zou het toch aan liggen? Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik zal een slechte dag hebben. Mm-hmm. Gaan we kijken, hé, maar wat is de science? Yeah. Hey, als we het zo doen, dan hebben we die insulinespiegel stabiel en merken we hyperfocus. Yeah. En nu kan je elke dag die tool in gaan zetten om te gaan creëren. Elke mm-hmm. dag hyperfocus. Mm-hmm. Hoe ziek? Nooit meer kut voelen. Yeah. Dat is biohacking. Ja, want nu neem je controle over de data en je neemt controle over wat je doet en hoe je het doet. Uh-huh. En dat is maar één van de honderden dingen die je kunt doen. Ja, hetzelfde met licht. Heel vaak als je je niet energiek voelt, is onvoldoende daglicht. Mm-hmm. Je moet gewoon voldoende bewegen. En voldoende daglicht en altijd eerst daylight before screen time. Mm-hmm. Je wil gewoon daglicht erin, want daar word je wakker van. Juist. Alert van. Dus ja, dat is eigenlijk terug naar de natuur. En ja, dat is belangrijk. En even voor de mensen die nu denken, hey, dat zout ga ik proberen. Heel goed, zeker doen. Maar de soort zout die je neemt is super belangrijk. Dus je wil niet gewoon tafelzout nemen. Een zout heeft iets van 82 of 84 natuurlijke mineralen, mm-hmm. Maar niet in alle zout. Dus je wil zo rauw mogelijk, mm-hmm. rauw Keltisch zeezout. Ja, ja. Of, dat is eigenlijk de beste Keltisch zeezout, maar die kan je niet overal vinden. Anders rauw Himalayan sea salt. Ja. Die twee, alleen die twee zouten eten in je leven, de rest skippen. Andere zout gewoon uit je leven verbannen. Ja. Want dat is gewoon geconcentreerd slecht zout eigenlijk. Mm-hmm. De slechtere elementen en veel te veel hoeveelheid. Mm-hmm. Dus die twee zouten die wil je eigenlijk hebben. En dan zul je ook merken als je moe wordt tijdens een training of iets. Yo, water met zout erin. En je bent weer gehydrateerd en je kan weer veel verder gaan. Mooi, hè. Dat is biohacking. In een praktisch voorbeeld is dat biohacking. Ja. Hetzelfde met de rood licht en blue light. Met een blue light blokker en het blauwe licht van je laptop en telefoon verbannen en zodat je maximale melatonine aan kunt maken en maximaal kunt slapen. Dat is ook biohacking. Klopt. Ja, dat is echt kloot. Ik ben in de bus mijn blauwlichtbril vergeten toen ik hierheen kwam. Maar ja, hier hebben ze, op het einde hebben ze die niet. Dus ik heb al een maand geen blauwlichtbril. Maar dat is kut, want ik gebruik dat ding nou een klein jaartje of zo. Ja. En ik merkte het vooral de eerste weken echt heel erg aan mijn ogen ook gewoon. Dat het gewoon niet chill is. Gewoon. Ja. Maar ja, nou, dat is zo. Als ik, zodra ik een blauwlichtbril tegenkom, ga ik hem even halen. Ben ik wel benieuwd, eigenlijk vanuit mijzelf. Ik begin altijd mijn dag met fruit. Ja. Dat doe ik om twee redenen. Ten eerste, het heeft de lichtste verteringstijd. Ja. En ik heb altijd geleerd dat je, zeg maar, stel je gaat eerst, weet ik veel, daar eet ik dan niet, maar een boterham met pindakaas of zo eten. Mm-hmm. En daarna pas fruit. Dan staat dat fruit, zeg maar, in de wacht om verteerd te worden. En dan kan het gaan aan gassen en En dan gaat het, zeg maar, even om het heel simpel te houden, versuikeren, hoe noem je dat, ik weet even het woord niet, in je bloed. Gaan je aderen gewoon iets dichter zitten, zeg maar. Ja, ja. Dat wat ik bedoel? Ja. Dus daarom eet ik altijd fruit. Ja. Maar jij zegt van, begin jouw dag met vet en eiwit. Ja. Heb je nou een voorbeeld van wat ik dan kan eten en hoe zie jij het stukje fruit? Ja, ja. Ja, weet je, er zijn zoveel manieren en geloven en hoe je dingen kunt doen. That. Dus daarin experimenteer lekker voor jezelf, want het is ook letterlijk voor iedereen anders. Mm-hmm. Het is zelfs, het allerbelangrijkste is, waar ben je op de aarde, hoe dicht bij de evenaar of niet. Heb je mm-hmm. een koud klimaat of een warm klimaat? Mm-hmm. En alles is van invloed. Ja, ja, ja. Dus daarin is er, blijf lekker experimenteren. Kijk wat werkt voor jou.
voor sommige mensen op een hormonaal level werkt ontbijten met koolhydraten goed. Mm-hmm. Voor de meeste mensen eigenlijk niet. Okay. Dus ja, je kunt een afwijking zijn op de gemiddelde persoon. Ik wil eigenlijk altijd vet en eiwitten eerst, zodat ik zo lang mogelijk die focusniveau kan behouden. Juist. En wat je eigenlijk krijgt dus met fruit is vooral veel suiker, waardoor je dus even een piek krijgt. En dan weer. En daarna een dal. Ja, ja, ja. Is dus afhankelijk van je doel. Wat ga je doen? Ja. Heb jij een dikke Muay Thai training en wil je een supergoede training neerzetten? En ga je daarna lekker chillen, massage, ontspannen, 2 uur bijkomen voordat je weer gaat werken? Mm-hmm. Hey, dan is misschien een bak koffie met een paar stuks fruit. Prima, rammen en laat me maar lekker inkakken op de massagetafel. Ja, ja, toch? Ja, 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 dus ja, ja. Je doel is heel erg belangrijk. Okay. Maar in het dagelijks leven wil je eigenlijk zo min mogelijk die bloedsuikerspiegel laten pieken en dalen. Want dan heb je continu, voel me fijn, ik voel me kut. Mm-hmm. Voel me fijn, ik voel me kut. En dat is gewoon een niet fijn bestaan. En daar zijn heel veel trucjes voor. Mm-hmm. Dus nou ja, die vet en eiwitten eten in het begin, dan heb je dat dus helemaal niet. Mm-hmm. Maar als je wel koolhydraten gaat eten, dan zijn er dus manieren voor door een kwartier van tevoren wat groenten te eten. Dus groenten eten, een kwartier wachten, dan koolhydraatrijk eten. Dan heb je veel minder piek in dat insuline level. Mm-hmm. Of een stukje gaan wandelen daarna direct. Mm-hmm. Een shotje appelazijn een kwartier voordat je gaat eten. Dat kan heel goed werken. Of pairen. Dus als je alleen koolhydraten gaat eten, dan ervaar je heel erg die piek en die daling. Mm-hmm. Neem jij er eiwitten en vet bij, dan niet. Dan heb je dat al een stuk minder. Dus het ligt aan je doel. Ik hoop dat je een beetje antwoord hebt op... Ja, zeker. Ja. Dus als jij wil focussen en je wil gewoon werken en lekker knallen, en dan zou ik het niet aanraden. Mm-hmm. Je kunt prima een training op lege maag. Mm-hmm. Daar moet je even aan wennen, want je bent gedehydrateerd geweest eigenlijk altijd. Mm-hmm. En je nam eten als oplossing voor die dehydratatie. Yeah. Maar als je nu gewoon voldoende water en een beetje zout neemt, halve theelepel van dat zout, en je neemt je water en misschien na een uur of zo na het ontwaken een koffietje, kan je prima trainen, kan je prima de schijven door het dak gooien, zoals ze dat zo mooi zeggen. Of PR zetten, dat kan allemaal. En dan kan je daarna gewoon gaan eten. Ja. En dan het liefst dus vet eiwit eerst. Of je wil het paren, of je wil even een kwartier voordat je koolhydraat gaat eten wat groentes eten. Okay. 2 wortels, whatever. Dan merk je al een stuk minder die wisseling in je energie. Heb jij er tot al die tijd geen last van gehad? In die energie had je dat helemaal niet door. Mm-hmm. Ja, dan was er eigenlijk niks aan de hand. Ja. Toch? Ja. Nu ben je bewust. Ja. Dus eigenlijk ben je nu wel fucked. Ja, ja, ja. Snap je? Dus ja. Maar kijk, dit vind ik dus het mooie aan, zeg maar, eigenlijk heel veel dingen rondom de wetenschap. Ja. En dingen die dan zijn bewezen en dit is goed voor die. Dus daarom vind ik ook mooi dat zegt, ieder mens en lichaam werkt anders. Ja. Want daar geloof ik in. Maar wat ik dus heel erg geloof, bij welk effect dat die cheesecake op jou heeft gehad. Ja. Welk effect dit, whatever. Jouw geloof erbij maakt denk ik de helft van het effect. Ja, ja. Dus zeg maar, je hebt het stukje, biologie en dit en dat. Oké, leuk. Maar wat ik heel vaak als voorbeeld geef, ik weet niet of ik dit in de podcast ooit heb benoemd, is ik geloof dat bijvoorbeeld iemand die, weet ik van zo'n typisch voorbeeld van een vrouw van 50 en die struggelt heel erg met het gewicht. Ja. Ik geloof dat er heel veel bij zitten die zo erg de overtuiging hebben dat als ik die taart eet, dan kom ik aan, weet je wel. Dus zijn op verjaardag, taart, moeilijk om nee te zeggen, zit heel erg met gevecht in zichzelf. Zeggen nee, vervolgens wordt nog aangeboden, zeggen ja. Ja. Nou, ze gaan er eten, ze voelen zich helemaal slecht, genieten wel van dat ding, maar daarna helemaal niet meer, want het is op en ze denken, ik ga dik worden. Ja. Dus zij zenden constant uit, ik ben dik eigenlijk, ik ben dik, ik ga dik worden. Ja. Ja. En bam, ze komen aan. Ja. En een andere persoon die denkt, maakt het maar niet uit. Ja. En die zijn zo, weet je wel? Ja, ja. Zo heb je heel veel voorbeelden. Ja. Net als rokers. Ja. Rokers die 90 jaar oud worden, elke check, weet je wel. Ja. Waarom is dat? Ik geloof dat het geloof is met welke intentie jij doet. Ja, ja. Gemixt met hoe het is, zeg maar. Ja. En dat is super, super, super interessant. Ik ben daar ook toevallig best wel, de laatste tijd was ik daar veel over aan nadenken. Ik had een onderzoek gehoord en gelezen over het placebo-effect. Ja. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Placebo-effect is, eigenlijk moet je placebo, je kan niet placebo zijn als je bewust bent. Dus als jij gelooft dat iets op een bepaalde manier is, mm-hmm. dan, misschien is het helemaal niet waar, dan geloof je dat, hè, onbewust. En dan kan je placebo hebben voor iets. Hè. Dus je krijgt een medicijn en je denkt dat het helpt,
En dan helpt het. Nou, is dus onderzocht dat het placebo-effect kan inderdaad tot 50% of zo van je resultaat beïnvloeden. Okay. Dus je geloof dat iets werkt, mm-hmm. kan voor de helft al het resultaat bepalen. Yeah. Dat is fucking ziek. Yeah. En ze hadden daarbij het voorbeeld van, en daarom hou ik heel erg van intermittent fasting, ik geloof heel erg dat het werkt, yeah. ondanks dat er nog niet zoveel science voor is. Okay. Daarom werkt het voor mij perfect. Maar het voorbeeld dat ze daar gaven was testosteron. Ja, dus om super gespierd te worden in de gym. Ze gaven een groep van mensen gaven ze geen testosteron. Maar ze zeiden wel dat ze aan de testosteron zaten. Dus ze geloofden dat ze aan de testosteron zaten. Ja. Zijn mensen die gaven ze geen testosteron en zeiden ze dat ze niet aan de testosteron zaten. Andere mensen gaven ze wel testosteron. Zeiden ze ook dat ze niet aan de testosteron zaten. En iemand gaf ze wel testosteron en die zat wel. Zeiden ze dat ze wel aan de testosteron. Ja. Dus alle vier de mogelijkheden. Ja. Precies dezelfde training, precies dezelfde slaap, precies hetzelfde onderzoek. En het bleek dat de mensen die niet aan de testosteron zaten, maar wel geloofden dat ze aan de testosteron zaten, mm-hmm. veel meer spiermassa aanmaakten dan de mensen die niet aan de testosteron zaten en ook wisten dat ze niet aan de testosteron zaten. Okay. Dus alleen het geloof dat ze dachten van, hey, ik zit aan de testosteron, ik word zo fucking gespierd. Yeah. De hormonen gieren door mijn lijf. Yeah. En ik word zo beast. Ze maakten letterlijk meer spiermassa aan. Yeah, yeah, yeah. Super interessant dat dus je geloof letterlijk je biologie kan veranderen. Yeah. Letterlijk je hormonen kan veranderen. Je werking op bepaalde dingen. Ja, dat vind ik super, super vet, interessant. Hè? Dus hoe je inderdaad over iets denkt, dat is super, super belangrijk. Yeah. Dat is fucking interessant. Ja, lijkt. En daarom werkt voor mij vast heel erg goed. Ik geloof bij intermittent fasting. Ik doe intermittent fasting. Dus als ik gewoon in mijn routine zit, dan ontbijt ik niet. En dan doe ik 3 maaltijden vanaf de middag. En ik sport altijd op lege maag. Dat werkt voor mij top. Ik kan daar super slank door blijven. Ik merk dat ik veel meer controle heb over mijn gewicht. Dat ik goed kan sporten. Dat ik energiek ben. En dat werkt het voor mij. Mm-hmm. Omdat ik er heel erg in geloof. Maar er zijn ook mensen die dat proberen. Mm-hmm. Maar die er niet in geloven. Die zeggen, ja, dat werkt helemaal niet. En voor die mensen gaat het 100% niet werken. Ja, 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 ja. Dus wat is een perfect dieet? Is een leuke vraag. Wat is het perfecte dieet? Mm-hmm. In mijn optiek is dus het perfecte dieet is het dieet waar je het meest in gelooft. En wat je het makkelijkst voor kunt houden. Ja, 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 ja. Als jij denkt dat vasten dat de key is, dan is dat de key voor jou. Yeah. Ja. Dus als je bijvoorbeeld luistert en je wilt afvallen en je bent aan het nadenken, ja, welk dieet en moet ik misschien carnivore? Moet ik elke dag biefstuk gaan eten en fruit? Mm-hmm. Ja. Ga je dat volhouden je hele leven? Zie je jezelf je hele leven alleen maar vlees en fruit eten? Mm-hmm. Nee. Oké, okay, nou, dan geloof je er waarschijnlijk ook niet heel erg in. Of is het niet echt voor jou? Is het niet het dieet voor jou? Ja. Yeah. Dus waar geloof je echt in? En wat kan je volhouden? En wat werkt? En wat is echt je belief? Yeah. Ja, dat geeft je 100% het meeste resultaat. Yeah. Ja. Dat vind ik super interessant. Mooi, hè? Ja, leuk. Goeie. Oké. Okay. Interessante onderwerpjes. Ik... We kunnen uren doorgaan over ja, we kunnen uren doorgaan. Ik heb nog een aantal vraagjes. Ten eerste, wat is jouw ochtendroutine? Verschilt waar ik zit, wat ik doe. Ja, dat is trouwens ook. Dus dat verschilt heel erg. En nu heb ik meer vakantie, nu werk ik iets minder. Dus dan heb ik minder routine. Maar ja, ik doe eigenlijk mee altijd aan non-negotiables. Dus wij creëren altijd non-negotiables. Wat moet gedaan worden die dag? Wat doe je elke dag? Ja, en dat ga je elke dag doen. Ja, en je krijgt het gewoon gedaan. En het maakt niet zo heel veel uit wanneer. Je doet het. Ja. En dan creëer je op lange termijn heel veel resultaat. Maar mijn ochtendroutine meestal is sporten. Eigenlijk tijd voor mezelf. Dus een uur sporten, aan mezelf bouwen. Mm-hmm. Meestal lezen, schrijven. Mm-hmm. Meestal zijn het die drie dingen. En dan varieert het van moment op moment of ik dat doe. Ene keer denk ik, ja, ik merk dat ik door schrijven in de ochtend nu even een beetje sloom word. Ja. Dan denk ik, ja, als het je niet dient, waarom zou je het dan blijven doen? Ja, fuck it, eruit. Hup, naar de avond. Ja. En dan doe ik het 's avonds. Ja. En er zijn ook weer momenten dat ik denk, joh, wat lekker, elke ochtend. Het is zomer, ik ga er wat vroeger uit nu. Ik heb meer tijd in de ochtend, want dat speelt een hele grote rol. Mm-hmm. In de winter lig ik langer in bed. Mm-hmm. In de zomer ben ik vroeger eruit. Mm-hmm. Hey, ik ga lekker schrijven. Ga yeah. lekker zitten, weer eens lekker, bakje koffie erbij. Top, yeah. dan pak ik hem daar wel in mijn routine. Dus
intentie is heel erg belangrijk. Wat wil je bereiken? En als het je niet dient, dan moet je het vooral niet doen. Dus de 5 miljonair routine morning habit, die 5,5 uur lang duurt. Nee, als jij voelt dat je creatief wakker wordt en je moet aan je business werken, gebruik die tijd. Ja, precies. En ga later je andere dingen doen. Okay, dus mijn ochtendroutine is altijd sporten, lezen, schrijven of plannen. Mm-hmm. Dat is die intentie, dus plannen. Mm-hmm. En die drie dingen die doe ik meestal. En soms doe ik er 2 van de 3 en soms 3. Mooi. Wat is jouw ochtendroutine? Mijn volgorde switcht ook in de situatie waar ik in ben. Ja. Maar sowieso altijd meditatie. Die zit er altijd in. Koud douche. Dus als ik koud douche en ik mediteer... Die doe ik ook altijd trouwens, maar die tel ik niet mee. Ja. Zeg maar, die zijn voor mij basic. Ja. Daarnaast lezen, maar niet altijd. Want als ik een boek uit heb, wacht ik altijd weer even voordat ik een nieuwe ga lezen. Ja. Dus die zitten soms wel en soms niet in. En verder, ook altijd dus niet eten, zeg maar. Ja. Bewust genieten van een bakje koffie, dat is onderdeel van mijn ochtendroutine. Lekkerste bakje is die 's ochtends. Ja. En that's it eigenlijk. Ja, nice. Ja. Zeker goed. En water drinken. Dus ik drink altijd, begin altijd een halve liter water erin. Ja. Met zout. Ja, nice. Niet altijd, moet ik zeggen. Hier heb ik nu even geen zout. Ja. Dus jij hebt me toen straks weer herinnerd van, fuck. Ja. Doe ik hier eigenlijk helemaal niet. Ja. Kut, ga ik weer. Ja. Toepassen weer. Ja, vooral hier. Toepassen. Hier is het belangrijkste. Ja. Hier weet je veel meer. Ja. Ik merk nu ook, ik moet elke keer plassen. Yo, ik heb meer zout nodig. Ja, dus ik ben nu ook sinds vandaag weer extra zout bij gaan nemen. Genoeg. Maar inderdaad, als je het zo bekijkt, heel veel dingen noem ik ook niet. Want dat zie ik gewoon als... Levenstijl. Dat is gewoon mijn leven. Ja, dat is mooi. Ja? Ik ontbijt nooit. En ik word wakker, water, zout, soms een sap van een citroentje daarbij in. En dan lezen, schrijven, gymmen, koude douche, ijsbad meestal, sauna, omkleden, naar kantoor, werken. En dan een paar uur werken, eerste workblok, type focus, creëren. Mm-hmm. Geen meetings, creëren. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan eten, wandelen, laatste bakje koffie rond 12 inderdaad. En dan begint de tweede workblok en 's middags meetings. Ja, dan ga je op veel meer detail, maar... Wat ik gedaan wil krijgen, dat is altijd, zo zie ik het, non-negotiables. Mm-hmm. Trainen, lezen, schrijven. Yeah. Werken. Yeah. Die 4 dingen wil ik gedaan krijgen. En al die andere dingen zijn extra. Als ik geen tijd heb voor die sauna, dan ga ik die sauna niet doen. Als ik geen tijd heb voor dit ijsbad of voor rustig dat bakje koffie drinken, of dan skip ik die. Juist. Dus wat zijn je non-negotiables? Wat levert je het meeste resultaat? Wat moet je doen om... van A naar B te komen, oké, die ga je elke dag doen en alles daaromheen is, zie ik als bijzaak. Ja, mooi hè. Goeie. Ja, ik moest denken toen jij net zei aan, ik is gewoon normaal voor mij. Ja, ja. Ik had de afgelopen maand Monk Mode gedaan, voor deze hele maand. Nice. En ik heb wel gemerkt dat voor mij een maand lang, misschien was ik iets te streng in allemaal dingen en zo, dat het toch wel net iets te lang was, waardoor ik merkte in de, na de 2,5 week, laatste week, dat ik mezelf iets te veel druk zette, waardoor ik niet druk zette van, dit mag wel, dit mag niet. Waardoor ik daar meer craving naar kreeg en eigenlijk mezelf een beetje aan het beperken was om te genieten, zeg maar. Ja. En dat is ook een intentie van ergens van de Monk Mode, maar dat merkte ik nu wel op. Maar daarnaast was die klaar en toen was er eigenlijk niet zoveel veranderd. Nee, zeg maar, het leven is gewoon hetzelfde. Ja. Maar dat is allemaal mindset. Want ik hoor nu bij jou, zeg maar, je zegt, ik mag dit niet, ik mag dit niet. Uh-huh. Je mag alles doen. Ja. Je kiest zelf. Ja. Dus het mag niet aspect moet je echt weg zien te halen in je hoofd. Ja. Dus wat is de waarom? Ja. Die is het allerbelangrijkste. Ja, want je kiest het te doen om iets specifieks te bereiken. Ja. Dus dan moet je met de consequenties dealen. Dus dan, ik mag niet, mag eigenlijk geen één keer vallen. Mm-hmm. Dus misschien als je hem de volgende keer gaat doen en met die intentie, dat je dan het als makkelijker ervaart. Ja. Maar misschien heb je hem ook te moeilijk gemaakt. Ja, dat kan ook. Maar je had hem een maand gedaan, heb je zieke resultaten uitgehaald? Ja, ik heb echt nog nooit zoveel werk verzet in een korte tijd, denk ik. Wat waren je regels? Of wat waren je... Mijn ochtendroutine die ik net zei. Ja. Maar wat voor mij de... Ja, misschien ook wel interessant om te noemen in de podcast. Dit is voor mij echt nu voor de 4e keer op een dieper niveau beseft hoe ziek deze change is. Ja.
Ik heb geen partner. Ja. Ik had met mezelf afgesproken 1 maand lang geen seks of geen masturbatie. Dus niet klaarkomen. Ja. Nou jongen, hoeveel energie ik daardoor ervaar, ja, ja, dat is niet normaal. Ja. Maar dit is dus anders voor mannen dan met vrouwen. Ik weet niet hoe het voor vrouwen is. Ja. Maar als man is jouw potentie, zeg maar, is jouw creatiekracht letterlijk, als je seks ga je letterlijk leven creëren. Ja. Die kracht, die kun jij dan gebruiken voor jouw missie. Ja. En de energie kan je channelen en inzetten op iets anders. Exact. Ja. Ja, dat is echt lijp. Dus die had ik dan. Verder geen alcohol, wiet of andere drugs. Ik drink dan geen alcohol. Ik doe af en toe een jointje roken. En verder... even kijken wat voor regels had ik nog meer. Ja, iedere dag dezelfde tijd opstaan, dezelfde tijd naar bed. Werkt ook heel chill. Ja, de beste. Op een gegeven moment hoef je geen wekker meer te zetten. Word je gewoon wakker. Ja. Die dingen. Ik weet niet of ze allemaal hebben benoemd, maar dit waren ze volgens mij ongeveer. Nice. Dus gewoon hyperfocus. Ja. Ja, had je duidelijk voor je dat je begon wat je wilde bereiken in die monk mode? Eerlijk gezegd... Of was het puur, ik ga de dingen doen en ik ga hard werken? Of had je echt, yo, dit is het doel, dit ga ik creëren, dit moet af. Na die maand sta ik hier, heb ik dit werk verzet. Dat heb ik niet specifiek gedaan met de monk mode, maar ik doe sowieso iedere maand natuurlijk gewoon heldere doelen stellen. En die ga ik bereiken. Ja. Maar ik had hem niet per se gekoppeld aan de monk mode. Het is eigenlijk wel een goeie om dat te doen. Ja, ja. Ja, ik had wel de intentie gezet om mijn programma helemaal op te nemen. Dat is wel gebeurd. Nice. Ja, dan heb je dat doel bereikt. Maar dat werkt echt supergoed. Wij hebben net ook een monk mode gedaan in Q4 met onze klanten. Met 15 man deed er mee. Mm-hmm. En dan gingen we de mensen ook helpen met een monk mode op maat maken. Routines erbij. Kijken naar voeding, training, beweging, slaap. Alles optimaliseren. Mm-hmm. Dat is ook echt heel erg ziek. Wat je merkt wat er kan veranderen in... Wij deden dan 2 maanden. Zo, lijp. 60 dagen. Ik heb het zelf ook meegedaan. 2 maanden geen alcohol. Elke dag werken. Zo zie ik wat je... Dan realiseer je pas hoeveel werk je kunt verzetten inderdaad in zo'n korte tijd. Ziek, of hoeveel tijd je eigenlijk verspeelt. Of welke potentie je wel hebt. Ja. Ja, dat is echt insane. Ik kan sowieso iedereen aanraken. Ja, 100. Ja, 100%. Lijp. Dus ja, dat is heel erg ziek. En wat wij ook vaak toepassen, wat ook een beetje met die bereiken van je doelen te maken heeft, waar ik het hier voor de podcast ook met jou over had, is, ik werk ook vaak in thema's. En dat doe ik in mijn werk, maar ook in mijn persoonlijke leven. Ik focus me op bepaalde dingen tegelijk, dus niet te veel. Dus wat jij had, ik wil mijn programma afschrijven. Yo, ik ben in het thema van dat programma creëren. Mm-hmm. Hetzelfde met persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Ik ben nu Q1 en Q2. Ik wil heel erg goed worden in finance, weet je, beter worden in investeren, meer kennis over geld hebben, dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, dat kan ik wel hopen, maar daar hebben we het net over gehad, dat gaat niet gebeuren. Yeah. Dus Q1 en Q2 staat voor mij in het teken van finance. Okay. Deze 6 finance boeken ga ik lezen, finance cursus gekocht. En die eerste Q1, die eerste 3 maanden ben ik alleen maar bezig met finance. Yeah. En dan kan je in zo'n korte tijd zoveel leren. Yeah. Dus als je in een soort thema leeft, dat vind ik echt super chill om te doen. Yeah. Dan ga ik een maand afvallen. Dan ga ik een maand leren over een bepaalde filosofie. Of een bepaalde maand leren. Ga ik elke dag journalen. Mm-hmm. En dan ook daar, terwijl ik journal, ook lezen over journalen. En een podcast luisteren over journalen. En een cursus kijken over hoe ik moet journalen. Mm-hmm. En in 1 maand ben je master journaler. Ja. En zo kan je leuk is dat. Ja, dus zo kan je heel snel groeien. Dat mensen denken, holy shit, hoe ben jij in zo'n korte tijd dit geworden? Ja. Yeah. Nou, dat is dus gewoon focus. Zo creëer je echt hyperfocus. Ja. Dat werkt echt fucking goed. En zo'n monk mode, als je het niet gedaan hebt, 100% doen. Nice. Dat is dik. 100%. Oké. Benieuwd naar de 2 laatste dingen en dan de laatste vraag. Ja. Is eigenlijk een beetje gekoppeld aan elkaar, is waarom doe je wat je doet? Mm-hmm. Wat is jouw why in het leven, in wat je allemaal doet? En vervolgens jouw grootste droom, of misschien is dit al je droom en ben je die nog verder aan het uitbreiden. Ja. Ik ben benieuwd. Waarom doe ik wat ik doe? Vind ik heel moeilijk, omdat wat ik doe telkens verandert. Of in de afgelopen 7 jaar heel vaak is veranderd. Mm-hmm. Maar wat ik nu heel erg doe is dus mensen heel erg helpen met het creëren van een beter leven. Mm-hmm. Met veel fijner in hun vel zitten. Veel emotioneel sterker en stabieler zijn. Emotional resilience creëren. Mm-hmm. Met tegenslagen om kunnen gaan.
daarin heeft Stoïcijnse filosofie echt mijn leven veranderd. Hè? Wat we vertelden met dat huis en die dingen. Mm-hmm. Dat ik gewoon echt de missie voel om dat te delen met mensen. Filosofie is 2500 jaar oud. We zijn hem eigenlijk onderweg verloren. Mm-hmm. Op dit moment, je ziet in de geschiedenis, dan is hij er weer. En dan is hij weg. En okay. Dan is hij er weer. Nu is hij eigenlijk bijna weg. Hij is een beetje on the come-up weer. Yeah. Maar niet zo praktisch als dat ik hem toepas. En Ik voel nu echt, nu ik daar heel veel over geleerd heb en daar mensen bij help, ik ben gewoon verplicht om dat te delen. Dus ik had echt het inzicht dat ik moet dit doen. Yeah. Dus ik moet dit delen. Ik moet dit op YouTube shit over gaan delen, gaan spreken. Ik moet hier mensen bij helpen, want we lijden onnodig. Yeah. Het kan anders. Yeah. Dus daar, dat is nu mijn missie of waar ik mee bezig ben. Mm-hmm. En je tweede vraag was? Wat is jouw grootste droom? Mijn grootste droom vind ik ook moeilijk, want ook dat verlangen verandert telkens. Zeker. Naarmate je ook ouder wordt natuurlijk. Zeker. Mijn grootste droom is wel gewoon leven in vrijheid. Dat gewoon heel erg veel, dat alles mogelijk is eigenlijk. Mijn grootste droom is mensen helpen, de wereld beter achterlaten dan dat hij was. Mm-hmm. En ja, verder zijn er micro dreams. Boek schrijven, spreken, dat soort dingen. Ben ik mee begonnen. Ja, dat zou ze wel over tijd wel ontwikkelen. Ja, zo verzamel je telkens dromen, denk ik. Maar ja, ik denk dat mijn grootste droom is. Gewoon de wereld een stukje beter maken, een stukje bewuster maken. Ik denk dat is wat we hier allemaal kunnen doen. Ja, toch? Ja, man. Ik ben ook wel benieuwd, jouw grootste droom. Mijn grootste, ik heb ook meerdere dromen. Ja. Kleine dromen ga ik mee beginnen is, ik ga 100% ooit nog een keer techno set draaien. Ja! wil ik gewoon een keer gedaan hebben, gewoon voor een live feest. Jij bent een rave-tave. Hoeft niet voor duizenden mensen, ik hou wel van een feestje. Maar gewoon voor 100 mensen of zo, gewoon een techno set draaien. Ja. Dat vind ik gewoon vet. Dik. Daarnaast ga ik, zie je, daar ging ik al, wil ik. Ja, heel goed. Ga ik verbeter ik mezelf gelijk. Heel goed. Ga ik ooit nog een EP schrijven. Ja, een dik. Rap. EP? Rap EP. Ja, lijkt me gewoon dik. Waarom niet, weet je wel? Is het vet? Ja, ik vind dat vet. Nou, dan ga ik dat doen. Ja. Daarnaast ook een boek schrijven, maar die staat niet, die heeft geen haast. En verder is mijn droom is gewoon zoveel mogelijk bijdragen aan de levensvreugde in mensen meer laten stromen en dat vooral dat mensen gewoon meer in verbinding en vreugde en vrijheid en vertrouwen en vrede met zichzelf en elkaar mogen leven. Ja, en dat ik in alles wat ik doe daaraan mag bijdragen. Ja. En wat mijn persoonlijke droom daarin is om uiteindelijk nu al langzaamaan, maar over een paar jaar meer en meer, wil ik gewoon gaan spreken. Ik voel gewoon een spreker in mezelf zitten die eruit wil komen over de hele wereld. Daar gaat het ook gewoon gebeuren. Daar geloof ik 100% in. Nice. Over vreugde, over overbinding, zodat ik puur iets in een ander mag wakkeren wat er al zit. Ja. Wat ik in mezelf heb gevonden. Ja. En dat is gewoon mijn droom. Wanneer ga je eerst de TED Talk doen? Mijn TED Talk? Ja, gewoon je eigen verhaal en vertellen over die verandering. Ben ik al een beetje mee bezig natuurlijk. Ja. En ik heb afgelopen jaar 2 events gegeven, daar mm-hmm. had ik een beetje gesproken, maar ik mag gewoon echt nog ontwikkelen daarin ook. Ja, ja. Dus ja, ik neem de stapjes, stap voor stap. Nice man. Ja, heel vet, heel vet. En dat vind ik ook wel leuk, dat je dat zegt van ik ga een boek schrijven, ik ga een rap EP creëren, waarom niet? En dat is dat stukje identiteit ook. Heel veel mensen zitten vast in één identiteit. Fuck it, je kan gewoon alles doen wat je wilt. Yeah. Dus waarom ben je niet en creatief en economisch? En waarom ben je niet en dit en dat? Hè? Yeah. Als jij kunstenaar wil zijn, waarom maak je je leven niet zo? Jij bent de enige verantwoordelijk voor hoe je leven is. Yeah. Waarom maak je je leven niet zo dat je de helft van de tijd werkt? Yeah. En de andere helft misschien schildert. Yeah. Of andere fucking toffe dingen doet. Yeah. Alleen jij kan dat creëren. Dus dat vind ik echt super nice dat jij dat zegt. Waarom niet? Ik heb dat zelf ook. Dat ik denk van misschien wil ik wel helemaal niet altijd werken. Misschien wil ik gewoon
5 maanden per jaar werken. Daar zat ik laatst over na te denken. Oh, waarom, ja, die heb ik ook over naast te denken. Waarom werk ik het hele jaar? Waarom werk ik niet september tot april? Mm-hmm. En dan weer september tot april. Ja. Waarom is dat niet mijn werkjaar? Ja. En ga ik van april tot september boek schrijven, schilderen, fotograferen. Juist. Ja, 100. Weet ik veel. Leuke dingen doen. Gewoon reizen. Dat het niet hoeft. Ja. Ja, niemand zegt dat. Je hoeft niet vast te houden aan die standaardregel. Je kan gewoon zelf je werkelijkheid creëren. Ja. Dus dat is fucking interessant, man. En leuk dat jij ook zegt, ja, waarom niet? Ja. En ik denk dat het daar begint. Ik denk dat je die curiosity, die heb je denk ik nodig. Waarom niet? Ja, ik ga ontdekken. Dit is fucking belangrijk. Die heb ik ook laatst meegegeven. Gewoon die nieuwsgierigheid en de openstellen voor, weet je wel. Ja. Wow, dan kan er zoveel... Ja. Dan kan er dingen zich openbaren. Als jij niet openstaat, niet nieuwsgierig bent, ga je ook geen nieuwe dingen zien of mogelijkheden of kansen. Ja man, dat is super interessant. Laatste vraag, die stel ik altijd aan iedereen als laatste. Dik. Mijn doelgroep is voor het grootste gedeelte nieuwe generatie, wat jongere doelgroep. Ja. Wat zou jij die op dit moment vanuit jouw hart willen meegeven? Stop met zeiken. Leg die fucking telefoon weg. Verminder je screentime van 8 uur naar minder dan 2. Mm-hmm. En ga gewoon bezig. Ga dingen doen. Ga gewoon bezig. Actie ondernemen. Discipline bouwen. Ga trainen. Ga werken. Ga dingen proberen. Val. Ga op je bek. Leer ervan. Ga journalen. Ga schrijven. Ga mensen ontmoeten. Ga reizen. Ga dingen doen. En leg gewoon die telefoon weg. Ga gewoon bezig. Kijk man. Ja, daar begint het. Ja, nou, er zijn een hele hoop dingen die je nu gelijk kan toepassen. Super mooi. En nodig. En nodig, inderdaad. 100%. Ja. Ja, mooie man. Dick. Vriend, ik wil je echt super erg bedanken, man. Kapunka. Kapunkaap. Nice, man. Nice. Oké, luisteraar. Ik wil jou bedanken voor het luisteren en of kijken naar deze podcast. Als je dit op YouTube kijkt, doe een duimpje omhoog, abonneerknopje. Laat een review achter op Spotify. En mocht je met Bas willen connecten over wat hij doet of whatever, kunnen ze jou gewoon via Instagram vinden. Ja, Instagram, @BasBuilds. YouTube, @BasBuilds. Ja, ik zet je link gewoon in de beschrijving, dus dat komt goed. Gewoon dat, that's it. Topper. Easy. Dankjewel. Ja. En zoals altijd. Jij bedankt, jullie bedankt. Geniet bewust van het moment. En tot de volgende.